hier allemaal opgewarmd. En toen moesten de formaliteiten klaargemaakt worden, de douane en de politie en de marechaussee. Het was hier druk van belang, maar die mensen die moesten ook weer weg. Dat was een hele happening. Nou, hier ziet u wel de laagwatersituatie. Hè? Zo pas was er hoogwatersituatie. Een paar meter verschil. De bruden met laagwater in het haventje en de sloep. En de steiger. Dit was vlak voor de afsluiting van de Lauwerszee. Toen zijn we verhuisd naar Lauwersoog. Ja, ook de veerboot had wel eens last van hoogwater. Dan kwamen ze van Schiermonnikoog. Ja, verdikken we, konden de mensen eigenlijk niet van boord. Maar die mannen die hadden voor de bagage, zo hadden ze een kar. Dus alle passagiers waren op de kar naar de dijk gebracht. Naar de Hovingen met de vrachtauto. Nou, dan gaan we even zee op. Ja, u denkt van, nou, grote golven, maar dit waren nog wel mooie golven, want de boot die kroop er wel mooi bij op. En aan de andere kant weer mooi bij neer. Zolang het allemaal wat heel is, zoals in deze situatie, is er niks aan de hand. De gebroeders Lully was ook nog loodsboot. Zoals voor Delfzijl en Harlingen en andere havens heb je een loods, een rijksloods. Maar die was hier van Friese Zeegaard, waren geen loodsen. En dan kreeg de bemanning van de reddingsboot, die kreeg een seintje van er is een coaster op komst. Of voor de Lauwerszeewerk, een sleepboot met baggermolens. Dan voerden wij naar buiten toe op een bepaald moment en dan pikten we dat schip op. En die moest af naar Zoutkamp, dat was een kippengripfabriek. Of met hout naar Dokkum en Nieuwzeilen. Hier pikken wij ook een klein bootje op, een kleine coaster op en die moest naar Zoutkamp. Het lijkt raar, maar er is verder niks aan de hand hoor. Nou, hier demonstreren we nog even het springnet. En die uitspraak van Mees van ik wil een onderzeeboot boven water. Nou, daar doet dit wel een beetje aan denken, deze luiken, dit zijn ingangen. En hoe meer je dat wieletje aandraait, hoe dichter je dat rubber aanknevelt, waterdicht dus. We hebben een keer meegemaakt dat we bij een boot langs zij waren en dat die mannen eigenlijk van het schip af moesten, maar die durfden dat niet. Met normaliter zeiden ze, spring dan maar in. Maar dat is niet zo eenvoudig en dat hadden de mannen ook wel een beetje in de gaten. Weet u wat ze deden? Ze gooiden eerst maar de pleurzak en de koffers erin. En toen hadden ze het al bekeken, want wat gebeurde er? Die kwamen hierin, maar die vlogen aan de andere kant gelijk weer af. Nou praat ik namelijk over 6 mensen, maar we hebben ze uiteindelijk wel gekregen, maar dat komt straks nog wel. Maar als hier een persoon in zou springen, dan is er niks in de hand, want door het gewicht zakt het zo ver in, zit er elastiek in, maar dat blijft wel hangen. Dus die vlogen er niet uit. Dat is een dode koffer wel. Ja, de gebroeders Lully in volle zee. Lijkt ook dramatisch, maar ook weer niks aan de hand. Zolang alles maar goed dicht zit, dan kan er dat wel hebben. Wat voor winkel hebben die hoor? Nou, zeg wacht. De fotograaf, ik heb deze foto niet gemaakt, de fotograaf Pim Korver, die stond namelijk op een boorplateau of een productieplatform boven Ameland. En dat is een boot rondom gevaar. Hoe is deze foto makkelijk? Vanaf het platform wat boven Ameland staat. De fotograaf stond dus eigenlijk wel op vaste grond. Komt zometeen nog. De eerste redding van de gebroeders Lully. Ik zei zo pas, het is volgens mij 52 jaar geleden. En 51 jaar geleden is de gebroeders Lully hier gekomen. September 1965.
En 14 dagen later hadden we een redding. Werden we uitgeroepen naar het Bormrif. Dat is noordwestelijk van Ameland, van de vuurtoren van Ameland, een hele grote zandbank. Een hele grote zandbank. En er staat dit schip op. Vastgelopen met slecht zicht. Maar het was glad weer zoals nu, windkracht 3. Dus we zijn er naartoe gevaren en uiteindelijk was er helemaal niks aan de hand. We konden rondom varen. Het was niet wit, het was gewoon, het was mooi. Dus uiteraard was er ook geen hulp nodig. We zijn al een keer weer naar binnen geweest. Maar het noodlot wil dat het weer elke dag een beetje verslechteren. En na 3 dagen, we zijn er eigenlijk totaal 100 uur bij geweest. De 3e dag hadden we s'nachts windkracht 12. Wij lagen te steken hier boven op zee, op heel water zeg maar. En toen de volgende morgen om 6 uur kwam er een seintje van dat die mensen er af wilden, want het schip begon te breken. Nou, dus wij er naartoe en in dit geval, en dit is die situatie wat ik zei van die man, dat hij de koffers en de pleurs hadden overgooiden eerst. Dus toen wilden ze niet meer, want wat gebeurde er? De rest van de bemanning, 20, die stonden hier en die werden met een helikopter opgepikt. En dat hadden we nog nooit beleefd. Wij waren zeer teleurgesteld, dat kan ik u wel vertellen. En uiteindelijk bleven er 6 man over en die zijn toch nog weer hier gekomen en die zijn met de touwladder naar beneden gekomen. Dus wij hebben uiteindelijk nog 6 mannen binnengebracht. En de foto's ook met de helikopter? Sorry? Is die foto ook van de helikopter? Ja, de marine luchtvaartdienst die vloog steeds om met zo'n Hercules of zoiets. Die coördineerde dat vanuit de lucht. Hoe kwamen zo'n naam Gebroeders Rudder? Dat zal ik u direct even vertellen. Ik maak even dit plaatje af. Wij kwamen dus binnen met 6 geremmen. Zeer teleurgesteld dat we die andere 20 niet hadden, want ja, dat zit er nou 1 keer in. Hè? Dan heb je juttersbloed. Dat hadden we graag gedaan. En toen komen we hier. En de pers was er ook al. En toen zegt Siem Zeven, onze schipper, tegen een van die verslaggevers: als ik een geweer had gehad, had ik hem uit de lucht geschoten. Nou, en dat stond ook in de krant aan de dag. Nou, toen waren we de pop aan het dansen, want toen was meneer van de Zwip, de directeur, die was hier heel snel. Dat hadden we niet, ja, ik heb het niet gezegd, hadden we niet komen vertellen. Want meneer van de Zwip, die kwam ook bij de marine vandaan en die helikopters die waren ook van de marine. Dus dat was één port na, maar in elk geval, wij hebben wel een donder gehad. Nou zal ik even over de gebroeders Rudder vertellen. De reddingmaatschappij die bestaat dus helemaal uit giften en gaven en legaten. Er zijn mensen die aardig in de slappe was zitten en die de reddingmaatschappij een goed hart toedragen. Waren in Amsterdam waren bankiers, familie Rudder. En er waren 2 broers en 1 van die broers is verdronken bij Scheveningen. En een hele poos later, die andere broer had veel geld en die dacht, weet je wat? Ik schenk 5 ton aan de reddingsmaatschappij. Met die verstande dat de boot Rudder moet heten. Gebroeders Rudder. Eigenlijk alle boten van de reddingsmaatschappij die zijn geschonken. Maar toen was de naam Insulinde weg? Nou, de Insulinde is nog niet weg. Hij bestaat nog steeds. Hij ligt in het museum in Den Helder. Maar hij is niet meer actief hier op het station. Hij is nog een poosje reserveboot geweest, heeft nog dienst gedaan op een ander station, maar uiteindelijk is die hele vloot is vernieuwd en toen is de Insulinde eruit geraakt. En uiteindelijk is hij nou eens gerestaureerd, heel mooi, hij ligt nu in het museum in Den Helder, in het water. Hij kan ook nog varen. En de Insulinde, die was ook geschoten. Vroeger was er een Hollandse familie in Indonesië, planters. En die hebben uiteindelijk ook het geld voor de Insulinde geschonken. Insulinde schijnt voor Indonesië te staan of zoiets. Dat is niet een beetje. Ja, zo doen we. Maar ik wil er eigenlijk nog een spreken. Ja. Vroeger een keer gehoord, dat vind ik heel jong. Dus ik heb even een menselijke leven vast lief. En dat Biermin en ik waren in hetzelfde boulevard boorden in de Insulinde. Motoren? Motors.
En dan van de woning moesten wij een ritje met die woorden. Dan zei weer meneer, vind je misschien weer dit gekrekt. En dan weer de vrouw van Klaas Dokse Pees. Ik heb het niet goed gehoord, maar het gaat over twee nieuwe motoren, denk ik. Hè? Ja, ja. Nou, dat was zo, toen insulin in dienst kwam, stond de reddingsboot heeft twee machinekamers. Eén motor aan die kant, een schot, en één motor aan deze kant. Eén aan stuurboord, één aan bakboord. Dus ook twee schroeven. En in ons geval kon je een deurtje dicht doen, dus had je twee gescheiden machinekamers. Dat was ook al voor de veiligheid. Mocht één machinekamer, lek worden of wat ook maar, kon je de deur dicht doen, kon je met één motor, kon je altijd verder. Dat was met de gebroeders Ruzen ook zo. Van de insuline toen die in dienst kwam, bleek eigenlijk de motorkracht te weinig. Ze tusten daar dan naartoe, maar dat ging allemaal te langzaam. En toen heeft meneer Sikkema, die was aan de Leeuw en de Krant verbonden, die heeft een actie op touw gezet om geld in te zamelen voor nieuwe, sterkere motoren van de insuline. En dat is heel succesvol verlopen. En toen zijn er twee nieuwe Schotse motoren ingekomen, Glennifers, die staan er nu nog in. 120 pk stuk. Vroeger was het maar 60 pk stuk geloven. Dus dat scheelde nogal wat. Maar dat is gewoon door een spontane actie uit de Friese bevolking is dat opgebracht. Nou, klap het nog. Lutie Muziekkorps is dus in deze tijd dus naar de Schellen geweest en het geld wat dat opbracht is ook verschonken dus voor de motoren en mensen. Oké, okay. En wat voor muziekkorps was dat? De bewindeling van deze stikker, maar ik bedoel heel erg lang. Ja, en wat voor muziekkorps? Politiemuziekkorps. Politiemuziekkorps. Ja, oké. Okay. En die hebben daar gespeeld en het geld? Ja, mijn vader is meegeweest aan de Schellen. Prachtig. En weet je nou wat hier? Volgens mij in de 50e jaren, als ik het goed heb. Ik weet niet exact, maar iets van 55, 56 of zoiets. Zoiets. Nou, nog even één keer de Pandagatos, zo heette dat schip bij Ameland. En ik zal u vertellen wat Pandagatos betekent, niet van mezelf, maar dat heb ik later gehoord. Dat betekent alles wel. Nou, daar zit je aan de grond. En u ziet, u zag wel, hij was wel gebroken, hè? En dit is alles wel na 2 jaar. Je zinkt gewoon, hè? Je zit in het zand, water eromheen, stroming, golven, van alles. Je zakt langzaam weg. Ja, maar... Ligt hij er nog steeds of niet? Hij ligt er nog steeds, maar in het zand. Ja. Nou, nee, af en toe steekt, dat kan de visser blijven beter vertellen, maar af en toe steekt ze een klein stukje staal, ijzer naar boven en dan haken ze. Ja. Gebeurt vandaag de dag nog wel. Dit, hetzelfde nog. Nou, kijk, helemaal geplooid, gebroken. Schipsel. En dit schip, dat was een Liberty. Die stammen nog uit de oorlog, uit de Tweede Wereldoorlog. In Amerika hadden ze toen uitgevonden van sectiebouw. Dat doen ze nou vandaag de dag nog. Dan bouwen ze zomaar een stuk schip, zeg maar, in een of andere loods. Dat stuk klaar, rijden ze naar buiten toe, ze bouwen nog een stuk en dan nog een stuk op verschillende plekken. En dat doen ze net als Amerikanen ook, zetten ze het in elkaar. En dat gebeurde ook met deze schepen. Op verschillende plaatsen in Amerika werden stukken gemaakt en die werden aangevoerd. En zo'n schip was binnen de kast een keer klaar. Ja. Nou, dat is even zo. Kun je duidelijk zien, hè? Pandagatos. Ja, maar. Nou, dat duurt nog een keer. Ja, hier moet ik het even over hebben. Dit is gewoon voor het Friese zeegat met slecht weer. En ja, in het zeemaar staat dit een brekker, branding, een kruller, wat je maar wil. Maar er komt hier op neer met stormweer, die golven die komen vanuit Schotland en Noorwegen, waar het 400, 500, 600 meter diep is. En die komen met zo'n rotsgang deze kant op. Je kunt het amper bijfietsen, zal ik je vertellen, zo snel gaat dat. En uiteindelijk komen ze deze kant op naar ondiep water, vlak boven de eilanden, dus niet eens zo ver, is nog maar 20 meter diep. En uiteindelijk het strand natuurlijk. Nou, en die snelheid van die golven die zit erin. En dan komen ze op het ondiepe water en dan beginnen ze te krullen. En dat is de gevaarlijkste situatie. Zo'n tsunami-effect erbij.
Min of meer wel, alleen de waterstand verandert niks mee, maar de golven dus wel. Nou, kijk, als wij naar buiten moesten en het stond weer mooi recht tegenin, gebeurt er helemaal niks. Je stijgt wat en je krijgt een hele hoop water over, maar er gebeurt verder niks. Nou, dan ben je buiten, maar dan moet je ook een keer naar binnen toe. En dan komt het zeemerschap om de hoek kijken. Want hoe moet je hier nou vooraan, om even zo'n zeegat in te lopen? Soms is het nog donker ook. Nou, dan komen we naar de volgende foto. Kijk, we zijn inmiddels vanaf zee zijn we door de branding heen. En hoe hebben we dat geflikt? We hebben een tras van 50 meter aan boord. En daar zit een, komt er een betere foto voor. We hebben een soort parachute hebben we aan boord. Wij noemen dat een stopzak. Of een drijfanker, bij jachtjes noemen ze dat. En dat betekent zoveel als een soort rem. He, als een straaljager in Leeuwarden op de basis met een veel snelheid landen, drukt hij op een knop en heeft hij ook een parachute achter hem aan. Maar dat hadden wij ook. Dus wij stelden gewoon, we liggen voor het gat, zeg maar, voor de grote golven. Wij zetten de motoren op langzaam vooruit, alle beide, en we sturen recht voor de golven aan. Die komen achter ons aan, hoog, over ons heen, maar dat geeft allemaal niks als men dicht zit. Als wij maar recht voor de zee blijven, dan gebeurt er niks. Want als je dit niet zou hanteren, dan ga je op geheid voor zo'n golf. Je kunt sturen wat je wil, je gaat geheid dwars over en dan heb je kans dat je over de zij gaat. De volgende foto maar even. Dit is dus die stopzak. Groot gat waar het water in komt en kan er bijna niet meer uit. Het beste rem is dit. Hoe wordt het dan gedaan als de boot die gered moet worden, dat die op een verkeerde koers ligt ten opzichte van de golfslag? Ik weet niet of ik het goed uitleg. De golfslag die neem je dus recht. Maar als dus de reddingboot moet laveren, ik weet niet of dat dan nog is. Maar waar hij naartoe moet, dat ligt niet op de goede koers ten opzichte van de golfslag. Ik begrijp het wel een beetje. U bedoelt als het schip wat in nood zit, zeg maar, dwars op de golven ligt, ja, en waar er naartoe moet. Ja, maar dat gebeurt wel. Als een schip, zeg maar een dood schip bijvoorbeeld, die ligt dwars op de golven, die komt niet meer vooruit, die kan er niet meer bijsturen. Nee. Die ligt dwars op de golven. Of zoals zo pas op het Bornrif, zag je wel, die golven die zaten aan de andere kant. Ja. Dan proberen wij aan de lijkant, zover mogelijk aan de lijkant, ons werk te doen. Want aan de windkant lukt dat niet zo. Ja, hij bedoelt als je dwarszees naar het wrak toe moet. Hè? Dus als het noordenwind is, en de golven komen je toerollen en je moet een heel het westen over of oosten over. Ja, dat is de vraag. Kan ik u wat? Nou, daar kan ik u uit ervaring wat van vertellen. Oh, ik heb zo pas beweerd, de reddingsboot is er nooit over de kop gegaan. Nee. Wij hebben zelf meegemaakt, gingen hier het gat uit en we moesten richting Borkum. Ja. Dikke noordwestenstorm. Golven komen haast altijd zo recht naar de kust toe, hè? Dus wij moesten op een bepaald moment waren we buiten, dwars over naar Borkum. Dat bedoelt hij. Nou, en toen kreeg ik een keer, heel vroeg in de morgen, je zag geen hand voor ogen, maar op een gegeven moment, we waren met 6 man stonden in het stuurhuis en we voerden dwars, zeg maar, voerden we, mooie snelheid, want je kan je snelheid wel houden, komt er daar in één keer een hele grote golf aan. En we zagen het allemaal. Jongens, pak op! En inderdaad, er komt een enorme golf en die kwakt tegen de zijkant van het stuurhuis aan. En toen gingen we meer dan 90 graden, misschien wel 100 graden, gingen we over de zij. Nou, dat was een klap. Ik stond te sturen en er stond een enorme man om me heen. En omdat ik een klein mannetje was, hadden ze voor mij een mooi tiekhouten bret gemaakt. Waar ik ook kon staan, zeg ik. Op de breekstoel.
Nou, zo raar is het ook niet. Met een groot bret, zo aan deze tafel, en dat zo hoog, en daar stond ik op. En door die grote klap is dat bret, hoe het is gebeurd, weten we niet, die stond op een gegeven moment zo rechtop staan er tussen ons in. Ik heb even gezweefd, denk ik. Heel apart. En op dat moment... Op dat moment vallen de motoren automatisch uit. Want de straaljager die kan nog een keer zo doen, maar dat konden wij niet. Er zit namelijk een schakelaar, een kwikschakelaar, in de machinekamer. Die hangt zo in de machinekamer. En er is net een thermometer. Er zit kwik erin. Elektrische draadjes onder en boven. En als het schip nou dwars gaat al een beetje meer, dan loopt het kwik van de ene kant naar daar. En als het daar is, dan valt de motor stoppen. Voor de veiligheid, want je kunt niet als straaljager door blijven draaien. En dat gebeurde dus. Nou, en dan wordt het even heel erg stil. Hè. Je hoort die grote golven, hoor je ruisen. En wij zijn allemaal verbluft. Of we hebben op zo'n middel gehad. En de jongens uit de machinekamer die waren ook bij ons, dus die moesten naar beneden. Om eerst weer die motoren te starten. Nou, en u kent voor mij wel aannemen, u weet wel hoe dat gaat. Onder de motoren ligt altijd vuil en olie. Dat lag allemaal tegen de man naar de kwart. Maar ze kregen de boel weer aan de praat. Maar dat hebben we echt meegemaakt. Ja, dit is de nieuwe uitvoering. De boot van ons die was 50 ton zwaar met staal. Want dit precieze gewicht weet ik niet, maar dit is van aluminium. En een grote rubber rand eromheen. En deze mannen, wij hadden 2 keer 120 pk. Nou, deze mannen hebben meer dan 1000 pk. En als het glad weer is, kunnen ze 60 km per uur. Maar ik kan het wel vertellen, als ze naar buiten moeten en het is heel slecht weer, dan doen ze niet harder aan het gebroeders Ruud, hoor. Want anders spaar je alles te wachten. Dit is de allernieuwste uitvoering die momenteel in de proefvaart is. Proeftraject, ook aluminium, maar met een kunststof stuurhuis. Daar beginnen ze in de vliegtuigindustrie nu ook mee en dit is de eerste reddingsboot bij ons waar dit getest wordt. Ja, een mooie reddingsboot van de gebroeders Lude. Dit schip is gezonken boven Ameland met ondergaande lading. Met gevolg water in het schip, dus dat hou je dat niet meer. En de bemanning is in een dinghy gegaan en daar hebben wij de mannen weer uitgehaald. Ja, een rubberboot met zo'n dakje erop, weet je. Dit is dezelfde. En het is zo mooi.